Jodio mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Hello Neighbor. In de vorige aflevering hadden wij dat karretje laten rijden. Zo uit mijn hoofd. Hadden wij volgens mij dat karretje laten rijden. Even de lol trouwens, hier proberen een ruitje in te gooien, maar daar loopt de buurman alweer. Maar ik dacht namelijk dat wij de karretje, ja dat was de vorige aflevering volgens mij, ja. Dat wij de karretje hadden laten rijden en nu is alles dus kapot. Dus dat betekent dat wij gaan proberen daar te komen. Als we even, als de buurman nou toch daar is, kan ik heel eventjes die stroom uitzetten. Dan ga ik heel snel naar binnen. Fuck, de deur is dicht. Nee, oh yes. Zo, top. Oh shit, oké. Dit is irritant, want hier kunnen we niet door. Oké. We moeten eerst dat ene ding eventjes losmaken, gok ik. Oké, jongens. Hij ziet me ook gewoon niet, maar... Even deze eerst al pakken. Oké, ik wil in ieder geval eerst dat dingetje even weghalen. Ah! Ja, ik hoorde geklop en toen hoorde ik dat hij kwam. Ik zit trouwens even thee te zuipen, dus sorry dat jullie mij wel wat horen slurpen. Maar in ieder geval. Nou, hier. Lekker banaantje. Kijk. Ja, kom jij eens even hierheen. Buurman, kom jij eens even hierheen, joh. Kom eens even gezellig naar mij, joh. Je bent ook weer lekker goed die wel lijm gaat gooien. Ik dacht eventjes. Kijk, buurman. Ik ben gewoon jouw afval aan het opruimen. Jongens, hij mag niet weten. Hij mag niet weten dat we dit gaan doen. Oké. Buurman, als jij gewoon even naar binnen gaat, dan kan ik naar rechts. Ja, nou hebben wij vrij spel. Nou hebben wij vrij spel. Als het goed is, hebben wij nou vrij spel. Dan moeten we. Yes! Yes, ik raakte een one-shot. Own shot. One shot. Of hoe heet het? First game of hoe heet dat? Gewoon eerste keer meteen raken. Hey, nog een extra zaklamp. Hey, jongens, dat is goed om te weten. Want dan kunnen wij die eventjes gewoon even in de kast stoppen. Weet je, kijk hier zo. Kijk, en als we nog ooit iets nodig hebben, dan nemen we die gewoon eventjes mee. Oké, man. Ik weet niet. Oké, de karretje rijdt ook nog steeds. Ik weet niet hoe ik de... Ik heb stil moet zetten of zo. Ik wil even de stroom uitzetten. Ja, nou moet hij mij zien, want dan gaat hij niet naar de stroom. Ja, hij komt, dankjewel. Ja, rennen, rennen, rennen. Ik heb de achterbaan, oké. Oh, oké, ik ga gepakt worden. Ik ga zo... Ik ga... Oh nee, ik heb ook overleefd. Ik overleef het. Hij glitst hem trouwens echt helemaal, want hij staat stil en hij gooit. Waar sta je daar nog dan? Kijk eens of hier iets in is. Misschien zit het in de laadje iets, maar dat kan je niet eens openen, joh. Hé, buurman, als je even de andere kant op gaat, kan ik even in mijn gangetje gaan. Kijkjes. Oh, hij zit je eigen vuilnisding om te schoppen. Nou, dat vind ik niet heel leuk. Buurman, de vuilnis... Want we zijn er. Ja, we kunnen lopen. Nee. Boyd. Boyd. Hoe dom ben ik? Ik loop er dan af. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké. Dit gaan we even opnieuw doen. Want dit ging niet goed.
Oké, kom maar even achterna. Goed zo. Oké, als jij nou even weggaat. Kijk, als het goed is, gaat hij nou naar de stroom. Ja. Oké. Nieuwe kans. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde. Oké, ik ga niet rennen. Oh ja, we moeten daar naar boven. Oh nee, hij komt eraan. Nee! Dit meen je niet. Dit is een beetje spooky. Ja. Oh my god, dat was eng. Hij is in één keer zo met haar hoofd ook gewoon. Oké, maar nu is het wel weer licht. Ik ga gewoon meteen die camera's uit doen. Oké, nou komt hij zelf, hè. Ja, buurman. Ja, kom maar, buurman. Buurman, ik ga daarop lopen. Ik ga elk kamertje van jou checken. Ja, fuck, hij heeft die stroom natuurlijk aangezet. Hoe dom kan ik zijn? Ja, ik moet gewoon zorgen dat ik die stroom eruit krijg. Dan gaat hij erop af. En als hij net aan loopt, dan kan net die camera's nog langs. Dan loop ik naar boven en dan ga ik eventjes lopen. Maar het irritante is dat dat ding rijdt nog steeds. Dus het is wel allemaal kapot, maar hij kan me gewoon zo aanrijden. Dus dat is echt irritant. Oké. Oké, nu aan de tijd. Nu gaan we het rustig doen. Nou gaat hij waarschijnlijk. Ja, hij kan me toch niet pakken, maar ik weet niet waar hij mij ziet. Maar het is een beetje helderziend in ieder geval. Hij moet even komen. Ja, goed zo. Oké. Oké, nou loop even weg, joh, buurman. Fuck. Komt-ie? Nope. Kunnen wij hier? Maar ik snap eigenlijk niet dat de buurman zo sloom klimt. Nieuwe kamers, alles. Oh. Wat is dit? Kan ik hierheen? Maar ik ga daar nog niet heen. Wat? Oh mijn god, wat is hier allemaal? Wat doet hij hier? En deze trap ook? Ik heb dit nog nooit gezien in Hello Neighbor. Oh, hij staat stil. Huh? Wacht. Wacht. Hoe kan hij... Heeft hij bij ons dan gedaan? Huh? Deze deur staat open? Ik heb het gevoel dat de buurman dit heeft gedaan. Ik ga even alle kamers daar zoeken. Oh, dit zijn die bomen. Wacht, ik weet wat je moet doen. Dit zijn die bomen en die moet je dan wegdoen. Oh, we hebben de bomen ook gevonden. Dit is heel chill, want dit moeten we hebben... Wat zie ik daar binnen? Oh, we kunnen nu elke kamer gewoon bedienen. En daar schrok ik even. En nou schrok ik helemaal. Ja, ik ben dood. Maar jongens, wil je op de hoogte blijven van Hello Neighbor? Druk natuurlijk even op de abonneerknop en met dat belletje aan. Want ik upload over 1 keer per week, 2 weken upload ik een Hello Neighbor aflevering. En ja, dan gaan we in de volgende aflevering gaan we al die kamers verzoeken. Want we hebben nou 2 gehad. Maar daarboven moeten we ook nog eventjes heen komen. En ja, buurman, wat zeg jij dan? Tot de volgende aflevering!